we van het RIVM, we gaan een kleine steekproef. Van de RIVM? Ja, we doen gewoon een kleine steekproef. Kom maar even. Dit is wel echt, dit is wel puur hun kleur. Oh ja. Ja, leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Ik ben nog steeds Martijn en vandaag ga ik proberen mezelf voor te doen als een RIVM-medewerker. Niet RIVM, want we zijn bang dat we misschien een beetje straffer bezig zijn als we ons voordoen als een overheidsinstelling. Dus we hebben alleen de M veranderd in een N. En toen we toch bezig waren, hebben we het logo een klein beetje getweakt. En dachten we, ja, laten we mijn naam ook maar eens veranderen naar Martijn Mandkerk in plaats van Martijn Mandschot. We gaan proberen gratis binnen te komen als RIVM-medewerker om... even te kijken hoe het zit met alle reglementen en of ze er wel netjes aan houden. In dit geval hebben we het over de bioscoop. Dus laten we kijken of ik een filmpje kan meepakken. Oh ja, wacht. Doe even een mondkapje op. Dan word je minder snel herkend en sta je ook iets minder hard voor lul als ze je doorhebben. Dan zie je zeg maar een blauw stukje met heel veel rood erachter. Goedendag. Ik ben van het RIVM. Het is een kleine steekproef die ik hou. Is het mogelijk als ik even een rondje doe, eventjes wat dingen inspecteer? Goedendag, ik ben van het RIVN en ik voel me af of ik gewoon een rondje kon doen. Even wat zijn steekproefjes, voor de rest is het vooral voor data. Ik ben hier... Wat voor data wil je hebben? Nou, gewoon hoe iedereen met de maatregelen omgaat. Ja. Is het handig als ik even meeloop? Ja, het is een beetje verspilling van je tijd hoor. Ja, ik loop gewoon even die route af en dan is het klaar. Oké, als ik vragen heb, kan ik bij jou terug. Helemaal goed man, dankjewel. Goedendag. Kan ik hier erin? Ja, als dat zou kunnen. Ik kan niet zomaar ergens aan kunnen lopen. Nee, ik wil geen film verstoren. U weet wat het protocol wij plaatsen? Ja, onder andere stoel. Okay, je mag niet voor of achter iemand zitten. Nee. Je moet twee stoelen naast je leeg blijven. Staat dat ook aangegeven op de stoelen? Of is het gewoon. Iedereen krijgt gewoon zijn. Je krijgt een kaartje van Brian streamen. Ja. Maar goed, weet je, het laatst zijn wel collega's van jou langs. Ook met de minister en de delegatie om hier te kijken. Nee, goed. Ja, ik weet wel van doen eigenlijk. Ga ik door naar de volgende. Ik betwijfel of je mij geloofde. Ik ben wel binnen geweest in een bioscoopzaal. Alleen die gozer die ging me echt gewoon een rondleiding geven, want hij vertrouwde er volgens mij gereed van en terecht. Maar ik zit nu te denken, misschien moeten we het feit dat we dan een rondleiding krijgen in ons voordeel laten werken. Dus wat nou als we naar een museum gaan? En als er dan iemand jou gaat rondleiden, is het toch alleen maar winnen. Dan heb je gewoon een privé-tour. Is dit ingang? Of moet ik zo lopen? Nee, ik ben van het RIVN. En ik kom even een steekproefje houden als het mag. Even kijken hoe jullie met de maatregelen omgaan, et cetera. Goeiedag. Ik ben van het RIVN. Ik voel me af of ik een kleine steekproef kan houden. Kijken hoe jullie met de maatregelen omgaan, et cetera. Ja, ik... Mijn voormanager zit hiernaast. Vind je het goed als ik heel eventjes ook de locatiemanager even bel? De locatiemanager is degene die op een dag als deze verantwoordelijk is voor de beveiliging. Hallo. Heb jij even tijd om naar het entreegebied te komen? Er is iemand van het RIVM staat in het entreegebied. Ja, ze zijn onderweg. Helemaal goed. Want waar ga jij dan? Nee, ja, gewoon de wandelroutes. Ja. Nou, dan hangt plexiglas, dat soort dingetjes. Ja, precies. Maak de deur klinken, telefoonskassa is regelmatig schoon. Ja. Bedden zijn open en wordt een grote regelmaat gereinigd. Ja, we doen het zo vaak dat we er bijna plezier in krijgen. Dat snap ik. Geef maar een spelletje. Hallo. Hoi. Je werkt voor het RIVM. We zijn een beetje data aan het verzamelen over hoe iedereen omgaat met de maatregelen, et cetera. Ja. Dus vroeg me af of ik misschien even een klein rondje kon doen. Ja, alleen moet ik wel even met mijn leiding geven. Oké. Okay. Dat het onaangekondigd is natuurlijk. Ja. Dus ik ben daar, de inspecteur. Ja. Als ik dit gevolg heb, kan ik kijken of wij die hebben. Ik heb wel zo'n punt van de justitie, zeg maar, zo'n passion. Er staat zijn naam op RIVN, ja klopt. Dan staat hier N2 van dit. N van die kant. Ja, RIVN. Klopt het dat het niet RIVN moet zijn in plaats van R? Nou, ik heb het pasje zo niet gemaakt, maar... Oh.
goed, hij heeft het pasjes niet zelf gemaakt, zegt hij. Ik moet je dan even registreren, omdat bij mij heb gegeven dat de RIVM niet bestaat. Oké, okay. Ja, moet het even uit de auto halen. Ja, dat is wel even... Oké. Okay. Ja, en dat snap even, ik. Even een 12 gevalletje. Snap ik. Is goed, ga, haal ik dat even uit de auto. Ja, is goed. Kom ik zo even iets terug. Yes? Hey yo, dit was eigenlijk relaxed. Dit was eigenlijk relaxed. Zo, oké, weg hier. Ja, wij dachten eventjes heel leuk te zijn het aan te passen naar het RIVN. Nou, die gozer heeft een uur lang naar mijn pasje te kijken. Martijn, heel eerlijk. RIVN is een beetje hetzelfde als de... KNVP. Ja, maar je verwacht... Iedereen kent hem. Als het je niet klopt, dan weet je dat het niet klopt. Je verwacht niet dat ze daar een uur naar gaan zitten kijken. RIVN. Moet dat niet RIVM zijn? Ja, ik heb zelf het pasje niet gemaakt. Maar goed, zullen we hier weg? Want, probeer het gewoon ergens anders. Waar ze iets minder oplettend zijn. Want er staat echt een heel team beveiligers daar. Ik heb dus ook een RIVN pasje gekregen. Maar dit keer met de naam... Joost Krijpa. Het maakt het allemaal niet uit. Het is gewoon een bluffspel. Ik ga naar Duinruil en ik wil gewoon een achtbaantje meepakken. Goedemiddag, ik ben van het RIVN, Joost Krijpa, aangenaam. Het enige wat ik eigenlijk kom doen is even kijken naar de maatregelen die getroffen zijn. Of alles intact is. En wat ik vind, reflecteer ik terug en adviseer ik wat beter kan. En heeft u daar ook een contactpersoon van? Langskomt of als u op een afspraak? Nee, wij komen streeksgewijs. Anders kan ik niet controleren of er maatregelen zijn getroffen. Anders kunnen jullie natuurlijk aanpassen omdat jullie weten dat wij komen. Dus wij komen onaangekondigd. Gewoon heel even te kijken. U krijgt geen straffen, geen boetes. We delen alleen advies uit. Oké. Zou ik een rondje door het park mogen lopen? Rondje. Ik ga het heel even vragen. Helemaal goed. En u heeft gesproken met die supervisor? Ja. Ja. Ik heb het even gevraagd, maar we mogen het niet toelaten. Nee, dus ik moet eerst een afspraak maken voordat ik... Ja. Ga ik dat doen? Oké. Okay. Top, dank u wel. Fijne dag. Waar staan we? We staan op de Wallen. Museum lukt niet, bioscoop lukt niet, theatershows zijn dicht. Dus wat blijft er dan over, Joost? Ja, je zei ik wil totaal iets anders doen. Dus wat maar ga je doen? Ik heb aangesproken geld voor me betalen. Ik ga proberen een gratis piepshow te pakken. En voor degene die niet weet wat een piepshow is, dat is zeg maar een glazen raampje. Daar kun je dan geld in doen. En dan zie je een naakte vrouw allemaal rare handelingen doen. Dat kun je zelf wel invullen, denk ik. Ja, kleine viespeek. Ik wil wel even weten of ze zich aan de corona-richtlijnen houden. Dat vind ik heel belangrijk. Jij gaat even kijken hoe ze doen. Ik vind dat verantwoordelijk moet. Of het wel volgens de richtlijnen gaat. Ja, ja. Daar ga ik me nu hard voor maken. Hallo. Goedendag, ik ben van het RIVM. Ik hou een kleine steekproef. Van de RIVM? Ja, we doen gewoon een kleine steekproef. Ja, kijk, we hebben hier een... Als je binnenkomt. Ja. Dus we hebben hier een inloop. Hier kun je dan gewoon... Doet het ook? Of, Ja, dan moet je even... Ah, top. Kijk eens. Ja, dan deed dit dus. Hier natuurlijk, met onze huisregels. Ja. En dan wil je hier ook nog wat je wel en niet ervoor kan doen. Ja. En dan... Top. Kan ik een hokje even van binnen zien? Dan heb je dan... En dan van de binnenkant wordt hij ook veel schoongemaakt. Alle plekken waar wordt aangeraakt, wordt schoongemaakt. En de dames... als je, in de, daar, je kan natuurlijk niet door het glas heen kijken. Nee, maar die zitten al in. Die hebben helemaal geen contact met de... Oké, okay. Ik kan dat niet even zien, dus eigenlijk. Oh? Kan ik dat heel veel zien? Okay, ja. Als je wat ziet, doe maar even. Dit is wel puur een gedeelte. Oh ja. Hallo, goedendag. Hi. Nee, precies. Wil je echt binnen kijken? Ja, ik dacht een fietsen hokje, maar dit is ook natuurlijk helemaal prima. Ja, dit is helemaal afgezien van de klanten. Ja, oké. Okay. Dit ziet er allemaal helemaal fantastisch uit, man. Ja, het is ook veel aandacht eraan besteed. Ja, dat zie je. Dat zie je. Dat is helemaal top, man. Thanks voor de rondleiding. Alsjeblieft, man. Geen probleem. En werk ze. Dat ging minder soepel dan ik had gehoopt weer, wederom. Ik stond wel lekker en ik dacht, nou, ik moet natuurlijk even die hokjes ook even inspecteren. Dus ik sta in het hokje. En inderdaad, toen kwam ik natuurlijk achter, je moet er geld in stoppen, anders kun je niet door het hokje heen kijken. Dus ik sta wel heel leuk in het hokje, maar ik zie niks. Toen dacht ik, oké, ik gooi je nog even één keer tussendoor. Dus ik zeg op een gegeven moment,
kan ik niet even kijken hoe zit het met de vrouwen, met de hygiëne en dit en dat. Oh nee, die zijn hier. Doet op een gegeven moment die deur open. Ligt daar zo'n de ronde draaien op een bed. Hoi! Ik zo. Hey. Nee, dat ziet er allemaal ook goed uit. Dan staan twee andere vrouwen. Dus oftewel, je hebt gratis kunnen kijken. Ik heb wel gratis even kunnen kijken. Als RIVN. Als RIVN-medewerker ben ik toch wel ergens binnengekomen waar ik niet had horen te zijn. Nee, Joost, ik hoorde daar niet te zijn. Dat voelde ik aan alles. Ik weet nou niet echt of dit een overwinning is. Ik heb een gratis theatershowtje meegekregen. Ik vind je gewoon een kaart de koning. Dus ik vind het winnen. Ja, ik kan concluderen, je komt toch wel op plekken waar je niet zou mogen horen te komen. Als je niet betaalt. Als je niet betaalt.